Ik heb kratje. Ja. En die moeten best wel ver die kant op. Ik vind het fucking vet dat je het even doet. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als maar met de boek komen. We gaan geld roven, jongen! In deze eerste aflevering van Geldrovers, twee boys die niet bang zijn om met onze weddenschap aan te gaan. Namelijk JJ en Busy. Nou, zeg maar jongens, wat is jullie uitdaging? Niels, Martijn, Busy en ik, wij willen met jullie wel wedden dat we vreemden onze boodschappen verder kunnen laten dragen dan dat jullie dat zouden kunnen. Zware boodschappen. Zware boodschappen. Zware boodschappen. Oh ja, wacht. Bierkratjes. Oké. Okay. En voor hoeveel willen jullie spelen? Twee bakkie. 200 euro. Deze week zullen Niels en Martijn de strijd aangaan. En aangezien het de eerste aflevering is, staat de pot nog op 0 euro. Wanneer zij verliezen, zullen zij het zelf uit eigen zak moeten betalen. We hebben hier twee fantastische zware kratten staan. Pils. Die moet aan de voorbijganger gegeven worden. Als je klaar bent, als hij op een gegeven moment zegt, ja, fuck jou, ik heb een eigen leven. Dan moet je blijven staan en dan kom ik met het stoepkrijt aanrennen en dan streep ik jouw eindpositie af. Die eindpositie moet dus afgestreept worden als één van de kratjes op de grond komt. De grootste afstand van 10 telt. Nu de spelregels duidelijk zijn, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jullie tactiek, jongens. Ja, wat gaan we doen? Ik denk gewoon vriendelijk zijn, blijven met ze blijven praten, met ze blijven vragen praten, ja. Stellen. Ja, ja. Maar jij kan ook echt heel aardig zijn. Ik kan echt heel aardig zijn. Ik denk sowieso dat ik die soort van... Dat ik ook gewoon een campagne maak voor iemand die bij wijze van op PVV stemmen, dat hij dan daarna niet meer doet, weet je wel. Dat precies. Die weer, oh ja, nee, daarom, als je met ze praat, is het heel aardig. Kijk, ik heb gewoon alle vertrouwen in mijn maat Busy, weet je wel. Als je hits kan produceren, dan kan je dit ook. Nadat Busy met een knap staaltje acteerwerk laat zien dat hij door zijn rug is gegaan, zoekt hij het ideale slachtoffer uit die hem een handje kan helpen. Ik ga een opaatje niet meer shit laten dragen, dat kan ik niet maken. Hallo? Ja, ik zie er eentje. Yo, what's up, man? How you doing? Where are you from? San Francisco. San Francisco, what you doing? Traveling, man. I just went through my bag. Yeah. Like, I just bought these, bought this beer. That's a serious amount of beer. But my car is like a fucking miles away. Yeah. Can you help me out? I gotta get going, to be honest, man. I would, I'm sorry. No problem, bro. Sorry, no problem, bro. Where are you from? Hey, if you want to tell, help me out, man. It's like a 5-minute walk. Okay. Let's yeah? I bait. Yeah, it's quite a walk, but it's not that heavy. I can buy you like, I think about 5 minutes, something like that. What kind of music you in? Beat music. Beats? Yeah. Dope. Kijk, hier zie je dus dat Busy gewoon ook met mannen heel goed is. We staan niet tegen de camera te praten alsof we zien waar die is, maar we zijn hem kwijt. Hij is oprecht gewoon weg. Hij is oprecht weg. Oh, hier is hij. Hij komt teruggelopen, opeens. Oh, it's getting heavy though. Yeah, yeah, no problem, man. Yeah, that's like next level. Hij heeft hem niet neer. Hij is gestopt. Nee, niet meer wel vaker. I think it's around the corner and there that my car is there. Right. So let's just let's do this. Pick it up and Huh? What? Hij loopt door? Nee. Doe even normaal. Doe even normaal. Tja, ze zetten allebei het kratje op een bankje neer. Dus technisch gezien zijn geen van de kratjes op de grond gekomen. Hij gaat echt ver. Dit gaat jullie sowieso niet lukken. Ik ben al aan het twijfelen of ik het zelf zou redden. Maar ik weet dat ik het red. Maar jullie gaan dit nooit redden. Never ooit. Dit is Busy. Busy blijft maar lopen. Het zou mij niet verrassen als hij in Eindhoven eindigt. Volgens mij heeft de krat ervoor geraakt. Dan ben je af. Ja, je bent af. Bro, you're the kindest guy in the world, man. Yeah? You're in a TV show. Oh, for real? Yeah. What's up, guys? How you doing? Ik wil niet heel veel zeggen, maar applaus voor Busy. Want ik ook. Busy?
Ja, lekker toch? Luister, kijk even hier. Het staat er. Het is best zwaar. Het wordt na een tijdje echt wel zwaar. Dus het is ook niet leuk voor degene die je doet. Nee, dat is een idee. Ik denk dat je de lat heel hoog hebt gelegd. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Jongens, jullie zijn aan de beurt. Let's go. Het ding is, als het kratje de grond raakt... Dan ben je af. En op een gegeven moment ging die guy van net bij Busy, die ging het kratje neerzetten, maar dat deed hij op een bankje. Dat is heel slim. Dus heel slim. Elk bankje die ik zie, ja. Rust even uit man. En dan weer een slap lulverhaal en oké, zullen we weer? En dan boom. Kan je wat vragen? Sorry. In je English? Ja. I have a little bit of a situation. I have to carry these to my car and I just went through my bag. It's okay, don't worry. Do you mind helping me for a little bit? Yeah. That would be awesome. Hij heeft beet. Lekker Martijn, oké. Nu moet je meters maken. Service. It's heavy, hè? Ja, hij is aan het struggelen. Twee handen. Het is moeilijk. Jezus, het is zwaar dit. So where do you live? I live just in my room for now. Oh, really? Like, actually, I might have an apartment. You have? Well, I'm buying a house in Amsterdam North, so I want to rent it out to somebody. Probably like 600. 600? Yeah. Slim Martijn, door hem een goedkoop huisje aan te bieden, wordt onze Italiaanse vriend aan het lijntje gehouden en lopen we zonder problemen voorbij de eindpositie van Busy. Lekker Martijn. Dit is waarom ik met jou samenwerk. Hoe voelt dit nou? Ja, dit is niet leuk. Nee. Thank you so much. I can help. Jij gaat lekker. Ik ben een beetje sprakeloos. Ik was op een gegeven moment zelf echt aan het twijfelen om zelf met te stoppen, omdat ik gewoon echt niet meer verder kon. Move niet, je hebt wel 300 meter meer gepakt dan Busy. Maar goed, het is nu de beurt en JJ om het hoogscore van het team blijft staan, moet hij sowieso verder komen dan Martijn. Als jij nog één keer zo schreeuwt, stomp ik je op je muil. Oh, sorry. Mag jij wat vragen? Ja? Ik heb een kratje. Ja. En die moeten best wel ver die kant op. Samen op die skateboard, alsjeblieft. Nee. Vind jij het erg als we bijvoorbeeld deze even op jouw skateboard zetten en ze gewoon die kant op rollen? Ja, ik vind het ook erg om even te tillen. Ja. Hij gaat er nu met één hand tillen, dat gaat hij sowieso niet lang volhouden. Dit is niet slim. Als we het niet meer redden? Allebei eentje gewoon zo. Ja, allebei eentje en als we het niet meer redden, dan gooi je hem gewoon op de skateboard. Kijk nou, joh. Ja? Ik vind het fucking vet dat je het even doet. Ja, ik heb een weddenschapje verloren. Mogen we hem alleen voor de weddenschap, mag ik hem niet neerzetten? Wat bedoel je? Nou, ik mag deze, ik heb altijd weddenschap met mezelf, dat als ik iets ga doen, dan moet het goed gebeuren. Dus ik mag de kratje niet op de grond zetten. Mag je wel van arm wisselen? Oh, zeker. Ja, ze mogen op het skateboard staan, hè. Maar ik maak altijd in mijn... Nee, maar dat ben ik. Spelregels. Nee, ik ben een beetje autistisch daarin. Ja, sorry! Hij is ons voorbij. Hij is ons voorbij. Kut zo. Nou, wat gebeurt er als je hem neerzet? Ah, dan word ik gek in mijn hoofd. Daar kan ik gewoon niet tegen. Kun je even je skateboard neerzetten, 2 seconden? Ja. En stel dat ik hem, als ik hem... Ja, dan word ik gek. Dan word ik gek. Maak niet eens uit, people. Nee. Zo. We zijn echt nu gewoon het centrum uit aan het lopen. We lopen richting de snelweg. Ik weet niet wat JJ heeft gezegd, maar ik ben zo immens trots op deze man. Maar dat gaat de hele tijd zo door. Ja, de hele tijd. De hele dag. Het is niet te doen. De autistische Jay gaat nu wel heel ver over Martijn heen. Ik zet hem hier al neer. Hier op de tafel. Hoppa. Ja. Ik wil je trouwens bedanken. Graag gedaan, man. Want dit was wel voor een YouTube-kanaal. Jesus Christ, wat een held, hè? Succes. Dankjewel, Gabby. Dankjewel. Je hebt een hele fijne tijd. Dat ook best gezegd worden. JJ. Ik denk gewoon dat hij zo chill was dat hij het niet eens voelde. Nee, hè? Zo, ja, wat prima. Ja, als ik naar Oezbekistan met hem had gelopen vanaf hier, had hij prima. Had hij gedaan, hè? Ja, man, wat een baas. Ja.
En nu, nu is Niels aan de beurt. Niels, heel veel succes. Niels. Gaat je never lukken. Wacht maar, je pakt niet zomaar 200 euro van Niels af. Niels heeft mensenkennis en hij wacht net zo lang totdat hij de juiste prooi heeft gevonden. Kom op man, ik zie alleen maar zwervers, dronken mensen. Ook best wel veel mensen die geen potentie hebben om een krab te dragen. Hier, deze gast. Kan ik jou wat vragen? Zou jij mij heel even kunnen helpen met één kratje tillen? Want thanks ouwe. Ik heb last van mijn linkerpols, die heb ik verrekt tijdens het trainen. Oké, Niels is dus redelijk hard van stapel gegaan. Hij heeft iemand gevonden. We hadden het niet eens echt in de gaten, dus we moeten er achteraan sprinten. Maar nou, hij gaat zo hard, het is niet normaal hoe hard hij gaat. Ja, top houden, ik zie dat doen. Oh echt? Ja, goede warming up. Ik ben een beetje arrogant geweest. Aangezien ik op het einde dacht van... gaat ook wel sneller. Dit is wel ver genoeg. Misschien had ik toch langer door moeten gaan. Deze gasten aan het sprinten met twee kratjes bier gewoon. Free. There you are. Saves me some weight, you know? Even uitrusten, bam. Oh. Jassie uit. Oké, dit gaat lekker hè, boys? Hij begint met zijn jas op dat kratje. Snap ik. Om vervolgens weer verder te gaan, wat een strijder. Oh, ze gaan weer. Ken je JJ Boske? Nee. Hij heeft een sportkanaal. Is hij alleen maar aan het trainen en zo. Maar hij pakt er weinig van. Kut! Jij was gewoon overtuigd. Ik was overtuigd dat hij dit nooit ging halen. Lekker zijn! Yo, gast. Je zit in een programma. Oh. Je zit in een programma, ouwe. Oh, wat is dit kut, zeg. Sorry, maar je hebt het fantastisch gedaan, man. Ja. Echt goed gedaan, ouwe. De sterkste man van Damsko hebben jullie gewoon... Ja. Hij was onderweg naar de sportschool. Nou, dat hoeft hij niet meer te doen. Het scheelt 1,5 meter. Ja. Kijk, hier zie je wel JJ. Oké, boys. Jullie hebben gepint. Ja. 50. 2. 3. 2 barkies. Boom. 10 donnies. 4 donnies. 8 nillas, weet ik veel. 4 donnies, 8 nillas, boeien. De eerste 100 euro, die is binnen. Bedankt voor het meespelen. Ja, graag. Bedankt voor het geld. En sportief. Lief voel ik. Graag gedaan, soort van. Volg deze jongens ook even. Hij heeft natuurlijk een fucking vet sportkanaal. Day One, dat is ook lifestyle tegenwoordig, hè. Ja. Van alles, echt voor mannen. En Busy, we kunnen jou volgen op @busy, Instagram. Alles toch? Busy, alles is busy. Hoor. Muzika. Alles busy. Volg ons. Dank jullie wel voor het kijken. Ja. Tot volgende week. We hebben verloren, man. Ja, haat ik.